Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. Dit is de tussenstand. Ik ga jullie vertellen hoe het vandaag de dag gaat. Het is een heel ander video dan wat je van me gewend bent. Normaal gesproken doe ik iets met scooters, iets met motoren, iets met auto's, iets geks. Vandaag, op deze zaterdag, maak ik alleen een video over hoe het allemaal gaat. Want vandaag was ik naar het CBR geweest. Naar het CBR geweest voor 4 examens voor mijn vrachtwagenrijbewijs. Ik heb namelijk mijn vrachtwagenrijbewijs al sinds ik 21 ben. En dat deed ik ooit omdat ik vuilnisman was. Afijn, dat is de achtergrond. Als je vrachtwagenrijbewijs hebt, dan moet je voor je code 95 om chauffeur te zijn op een vrachtwagen en voor een bedrijf te mogen werken, moet je in 5 jaar 35 uur nascholing hebben. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Ik ben naar het CBR geweest. Ik zou eigenlijk 2 maanden geleden al naar het CBR gaan voor de nascholing toen de tijd en de examens die ik toen moest afleggen om die gevaarlijke stoffentransport te mogen rijden. Vandaag was het zover. Ik heb verleden week een cursus gevolgd. Het was heel intensief. Het was heel erg druk. Daarom weinig activiteit op social media. Weinig activiteit op Instagram. En normaal gesproken is dat wel veel. Alleen mijn persoonlijk leven gaat voor social media. Dat betekent als ik iets moet doen. Scholing of een begrafenis of een trouwerij. Dan heeft dat voorrang op mijn social media. Dus dan is dat wat ik doe. Deze keer was het een cursus. Voor ADR. En dat is gevaarlijke stoffen. Tanktransport. Dus waar de benzinepomp wordt bevoorraad door een vrachtwagen. En die heeft dan allemaal benzine bijgevuld of diesel, maar net wat erin zit. En daar moet je dan weer een speciaal certificaatje voor hebben van het CBR, want anders mag je zo'n ding niet rijden. Dat heb je ook met nucleair transport en dat heb je ook met explosieve transport. Dus bijvoorbeeld heftig vuurwerk of naar andere explosieve shit, een dynamietstaaf. Dan moet je een speciaal rijbewijs dingetje halen. Je hoeft niet daadwerkelijk te rijden, maar wel een examen bij het CBR. Daar heb ik de afgelopen week dus 3 dagen cursus van gehad via trilling in Amsterdam. Dat was van heel 's morgens vroeg tot heel 's avonds laat. Daarna heb ik oefenexamens gedaan en vandaag was het zover. Wat ik 2 maanden geleden al zou doen is vandaag gelukt. Ik heb examen mogen doen en alle examens heb ik gehaald. Per examen heb je ongeveer een half uur à 3 kwartier de tijd om zo'n examen te maken. Dus het zijn 25 of 15 vragen, ik weet niet precies hoeveel het waren. En die mag je dan maken. Op mijn Instagram, @joeyschaak, kan je trouwens zien hoe dat eruit zag. Ook dat ik naar het CBR toe ga, dat ik bij het CBR ben. Dat je ziet dat ik mezelf aanmeld en fucking live. Ik ben echt heel blij. Ik ben echt blij. Enfin, dus 25 vragen, 15 vragen, wat het ook is. En toen, daar heb je dan heel veel de tijd voor. En ik heb die examens, 4 stuks, In een kwartier tijd heb ik alle examens gedaan en ben ik ervoor geslaagd. En waarom ben ik geslagen, mensen? Ja, ik heb geleerd. Ik heb zoveel geleerd. Echt niet normaal. Echt gisteravond tot 1 uur 's nachts. En ja, goed, weet je wel. Dat werkt gewoon zijn vruchten af. En waarom maak ik nu deze video? Allereerst omdat ik echt heel blij ben dat het is gelukt. Omdat ik trots ben dat het is gelukt. Maar ook om jullie te vertellen dat we hebben momenteel in de huidige crisis de tijd. En benut je tijd. Ik pak er even iets bij. Ik ga jullie een vraag stellen. Het gaat niet om het merk. Maar wat is dit? Dit is een rugzak. En in de rugzak kun je dingen doen. Spullen, geld, belangrijke documenten. Maar als we nou eens niet materialistisch zien, maar als zijn een rugzak die je als mens altijd bij je draagt. Je rugzak. Vol met kennis, vol met leuke dingen, vol met slechte dingen, vol met lessen, vol met allerlei ervaringen. En ik ben extreem leergierig. En ik besef dat ik een rugzak heb die ik wel of niet kan vullen met de dingen die ik leuk vind of niet. Of waar ik wel goed in ben of niet goed in ben. Als je naar mijn rugzakje kijkt van bijvoorbeeld het werken in mijn winkel en het repareren van scooters, dan vind ik zelf dat het rugzakje aardig gevuld is. Ik heb verstand van gereedschap, ik heb verstand van telefonie, van mensen, van omgang. En het zijn allemaal ervaringen die je rijk maken in een andere vorm dan materiaal of geld. Want de rijkdom van kennis is veel groter dan het hebben van geld of spullen. Want als jij een gesprek hebt, bijvoorbeeld, vind ik een leuk voorbeeld.
Jij, achter deze camera, door de lens heen, aan de andere kant van het fucking beeldscherm, heb een gesprek met iemand. Een jongen, een meid, een opa, een oma, een man, een vrouw. Een zwerver misschien. Of een miljonair. Dan kan je een gesprek hebben met de miljonair. Met geld als water. Ongekend veel geld heeft die gast. En je hebt een gesprek met hem en hij zit zo. Ja? Uit de hoogte misschien. Misschien ook niet. Niet alle miljonairs zijn uit de hoogte. Niet alle zwervers zijn uit de hoogte. Noem maar wat. Maar goed, dit is een voorbeeld. Dus hij is een miljonair. Hij heeft alles wat je maar van kan dromen. En hij zit zo met jou in gesprek. Ja? Nou, vervolgens kom je een zwerver tegen. Heb je een gesprek met die zwerver. En die zwerver die kijkt je aan. Die zwerver, ondanks dat hij een zwerver is, is gewoon gemanierd. Is vriendelijk. Heeft charisma misschien. Maar praat met jou en praat echt met jou. Hij praat niet zo. Alsof je misschien te weinig bent of alsof je niet belangrijk bent of weet ik veel wat. Enfin. Met wie heb jij dan liever een gesprek? Met iemand die alles van de wereld heeft, maar waar je eigenlijk niet eens contact mee hebt? Of met iemand die in theorie qua materiaal of geld niks heeft? In ieder geval voor zover je weet dat hij is zwerven. Dus dan ga je vanuit dat hij niet de Ferrari ontreden heeft. Kan ook misschien. En die besteedt zijn tijd en aandacht aan jou voor een gesprek, omdat jij het waard bent. Dan praat ik liever met iemand die zwerver is. En niet om het wel of niet hebben van geld, maar omdat hij een gesprek met je aangaat. Je praat met hem, hij praat met jou. Hij kan jou misschien iets leren, hij kan je misschien een verhaal vertellen van iets wat hij heeft meegemaakt. Wat de miljonair nog nooit heeft meegemaakt. Misschien is hij miljonair of miljonair omdat zijn vader geld had. Weet je, ik heb heel veel respect voor een self-made miljonair. Weet je, iemand die echt heeft geknokt voor zijn bedrijf, geknokt voor zijn leven, geknokt voor whatever. Heb ik heel veel respect voor. Voor iemand die van het paard gerukt is en alles aan is komen waaien. Ja, die heeft waarschijnlijk niet de levenservaring die iemand heeft die zwerver is, die wel of niet alles heeft meegemaakt. Enfin, materiaal dus. Ik heb het niet over materialisme en over dat soort dingen als we het over je rugzakje hebben. Maar over kennis. En ik denk, en iedereen is daarmee, denkt met me eens. Als het niet zo is, reageer me onder de comments. Als je wel met me eens bent, reageer ook onder de comments. Je kan nooit genoeg leren. Want als je Spaans kan, dan is er nog een volgende taal en dat is Italiaans. Dan heb je Frans. En zo kan je doorgaan met leren, leren, leren. En zeg je bent nooit oud genoeg om te leren en bla bla. Is ook zo. Maar jij, aan de andere kant van de camera, ben je misschien heel jong. Of niet. Maar jij bent er. En je hebt nu de kans. Misschien dat je geen school hebt. Omdat de scholen dicht zijn vanwege corona. Of ze zijn ook weer open. Maar whatever. De tijd om te leren wat je kan. Als jij denkt van hey, ik heb altijd al willen leren. Mijn vaarbewijs. Of Spaans. Of muziek. Of sleutelen. Dan is dit moment om dat te doen. Dus ook ik doe dat. Zoals ik al zei net, ik ben heel leergierig. Ik vind heel veel dingen heel erg leuk. En zelfs voor dingen die ik niet leuk vind, sta ik nog open om wel te kunnen of te weten of te leren of te doen. Dus ik was 16. Ik was 13. Ik was 13. Toen kwam ik met 12 misschien. Misschien was ik 11. 11, 12, 13. Nee, toen kwam ik met techniek in aanraking. En dat begon bij een BMX-fiets. Dankzij dat moment, tijdens mijn 11e, 12e, 13e jaar, wat het ook was, is mijn interesse gewekt voor techniek. Wilde ik de fiets die ik zelf had maken, omdat ik dat noodzakelijk vond. Als ik aan het fietsen was en mijn trapper brak af, dan kan je passief gaan wachten, oh, morgen is de winkel weer open en dan breng ik hem daarheen. Allereerst moet je daar geld voor hebben. En de tijd. En ik heb heel weinig geduld. Liefst alles gisteren nog. Dus dan wil je zelf je fietsje maken. Dus dan ga je kijken, okay, naar trappen. Wat moet erop? Moet er een schroevendraaier op? Nee, die moet niet op een trapper. Op een trapper moet een steeksleutel. Of een waterpomptang. Of een bako. Maar in ieder geval iets om die trappen mee los te halen. Met een schaar krijg jij een trapper niet van de fiets af. Gaat niet lukken. Dat weet ik, want ik heb trappers gemonteerd. Maar met de juiste steeksleutel, een steeksleutel 14 of steeksleutel 15, wat het ook is, kan je de trappen wel loshalen. En als het dan goed gereedschap is, dan gaat het ook goed. Want je kan dit als gereedschap gebruiken en dan zal het nooit gebeuren. En met goed gereedschap wel. Met een waterpomptank kan het misschien ook, maar als de trapper te vast zit, lukt het ook niet. Dus daar begon mijn reis in de techniek. En dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. Niet dat ik dat zo bedacht had of dat ik dat wou. Nee, ik wou alleen maar mijn fiets maken. Alleen maar mijn fiets maken. En dat lukte. Toen ik 16 was, gingen we naar de brommer. Nou, mijn brommer ging stuk, ging ik ook maken. En toen kwam ik van de VMBO basis af. De middelbare school, VMBO basis. Dat is een laag niveau. Dat is een laag niveau. En dat kwam dat... Dat advies heb ik toen gekregen. Omdat ik niet bezig was met school toen ik kind was. Toen wij de CITO-toets moesten doen. Toen op een gegeven moment was ik het zat. Ik wilde gewoon buiten spelen. Toen ben ik gaan aankruisen. Want ik wilde buiten spelen. Ik had dingen te doen buiten. Fietsen of weet ik van wat ik allemaal deed toen. Ik weet het niet meer. Maar buiten spelen was leven. Dus dat advies heeft mij VMBO basis opgeleverd. Op Welland College gedaan. Leukste school. En leukste schooltijd. Die ik me had kunnen wensen. Ik ben dankbaar en blij voor dat moment. Het heeft me heel veel geleerd. Heel veel. Dan moet je kiezen. Oriëntatie, ja, Koninklijke Landmacht werd het. Ik dacht actie, avontuur, rennen, schieten, bam, bam, bam. Alles. Actiefilm was het in mijn hoofd. 16 jaar, ik denk dat wordt het. Dus dan deed ik dat. En dan zit je... paar weken, volgens mij 1 maand totaal zit je dan bij de defensie en doe je ook beveiliging. Dus ik had een paar diplomaatjes had ik toegehaald. Dus scootertechniek, qua school vond ik dat helemaal niet leuk. Heb ik ook toen niet gehaald, want ik vond het echt niet leuk. Het ging ook niet goed, ik snapte het niet. Was ik aan het sleutelen aan een of andere puin brommer. Het is echt een brommer, dus niet eens scooter, maar brommer. En mijn interesse lag in scooters, dus ik moet met die bende man. Dus het ging ook niet goed. Nou ja, gezakt, gestopt. Want het was het laatste moment van het jaar. Theorie, echt gewoon beestachtige cijfers. Nou, en toen met het echt daadwerkelijk sleutelen aan zo'n ding. Waar ik nog nooit had gesleuteld. En ik weet niet eens wat het was. Dat ging niet goed. Dus ging niet goed. Toen was ik bijna 18. Toen moest ik verder kijken. Maar intussen begon ik al een beetje te borrelen. Van ik wil dingen leren. Ik wil dingen leren. En ik was al lang al bezig met sleutelen voor mezelf ook. Dus dat ging ook hartstikke goed. Dus toen dacht ik oké. Wat kunnen we allemaal gaan doen? Wat kunnen we allemaal gaan leren? Vaarbewijs. Bam. Gehaald. Vaarmex was dat toen. Moesten alleen maar op papier of op computer. Moesten gewoon wat dingen doen. Was heel makkelijk. Was top. En als ik je advies mag geven. Volgens mij is het nu nog relatief makkelijk om te halen. Volgens mij hoef je niet af te varen of zo. Het kan nu goedkoop. Het kan nog vroeger op jonge leeftijd geloof ik. Haal het. Want het zal ooit een keer van pas komen. Bam. Vaarbewijs 1 in de pocket. Vaarbewijs 2 leren. Vaarbewijs 2 in de pocket. Ook gehaald. Toen dacht ik oké, wat nu? Sociale hygiëne, voor als je in de horeca gaat. Ik heb nog nooit achter een bar gestaan als werk. Maar wel gehaald, bam, in de pocket. Dan leer je weer, je leert dingen, je leert mensen omgaan. Je bent met mensen die ouder zijn dan jij. En mensen die ouder zijn dan jij, hebben meer kennis dan jij, die trek je meestal omhoog. Iemand die ouder is dan jij, die niet levenservaring heeft of de kennis hebt die jij hebt als jonger of veel jonger persoon. De kans dat die omhoog trekt is kleiner. Maar als je met goede mensen omgaat, fijn, dan word je daar ook vaak mee besmet. Als je met slechte mensen omgaat, dan moet je ook vaak mee besmet, want het is je omgeving. Dat dit terzijde. Dus sociale hygiëne. Toen BHV, bedrijfshulpverlening voor reanimatie en dat soort shit allemaal. En een defibrillator. Volgens mij is dat met de stroomschokjes. Lang geleden dat ik deed, ga ik ook weer doen binnenkort. Bam in de pocket. En zo ben ik alles gaan halen. Tot ik uiteindelijk bij rijwijzer kwam, dacht ik oké, nu naar rijwijs. Motor, toen was ik 18. Auto was ik 19. 20, auto aanhanger. 21. Alle vrachtwagenrijwijzen, alle busrijwijzen, ook met aanhanger, heb ik alles gehaald. En vandaag was weer zo'n moment iets om te leren. Ja, ik word er heel blij van. Ik word er echt, ik word gebeld ook nog. Kan het nou? Oh, even uitzetten. Echt gruwelijk. En nogmaals, wat ik wilde zeggen was van... Pak alles mee in de tijd die je nu hebt wat je kan. Want het verrijkt je leven later. Als je op je 16 al Spaans kan. Ik ben 30, ik kan nog steeds geen Spaans. Ik zou willen dat ik Spaans kon. Ik kan een beetje Spaans. En ik ga ook echt leren Spaans straks. Ik vind straks wel een cursus, opleiding of school. Of misschien een meid die mij Spaans gaat leren. En dan kan ik Spaans. Want Spaans vind ik belangrijk. Want Spaans vind ik een mooie taal. Spaans vind ik een sexy taal. Spaans vind ik een locatie, Spanje of andere plekken waar ze Spaans spreken. Dat trekt me heel erg. En sommige dingen trekken me niet. Zoals Duits, ja, interesseert me niks. Vind ik geen mooie taal. Geen connectie mee. Maar met Spaans wel. Dus Spaans is wat ik ga leren. Wat ik wil leren. En wat ik ook 100% ga leren dus. En deze. Hoor deze. Deze wil ik ook leren. Massages.
hoe gruwelijk is het als je de skill hebt dat jij, in mijn geval, ik ben een jongen. Kijk, als je een meisje bent, die zit dan met kijken, dan ga je als het goed is een jongen fixen. En als je een jongen bent, dan ga je als het goed zijn meisje fixen. Kan ook anders, maar in mijn geval, ik ben een jongen. Ik val op meiden, dus ik zou een meid fixen. Maar fijn, je leert een meid kennen. Je gaat met haar wat leuks doen. Je hebt het over alles en nog wat. En je zegt op een gegeven moment, ja man, wij hebben ook, ik kan masseren. Hoe vet is dat? Dat is toch een skill waarvan iedereen wil dat zijn partner dat heeft. Dat is toch gewoon vet, dus ik ga ook zeker leren masseren straks. Want dit is gewoon, ik vind dat echt een hele mooie binnenkomer als je iemand leert kennen. Weet je wel, als je gewoon, ja, je hebt wel wat te vertellen dan toch? Oh echt, kan je echt masseren? Kom maar. Ja man. Dus vandaag CBR. Examens gehaald. Ik voel me goed. Ik ben blij, ik ben dankbaar. Zaak gaat top. En ja man. Het is een gekke tijd. Maar ja, we moeten hem wel goed benutten. Want de tijd heb je maar één keer. Ik kom niet meer terug. Dus mijn advies aan jullie. Blijf niet achter. Ga door, ontwikkel je. Vul die tas met alles wat je kan. Een gesprek met wie dan ook kan waardevol zijn. Interesse in alles. Ik had gisteren een gesprek met een klant. Met twee klanten had ik een gesprek waar ik blij van werd. En de eerste zei, dat het over beurs, over dus handelen op de beurs. Never waste a good crisis. Toen dacht ik, Jezus, als ik ooit een tattoo zou nemen, dan is dat de tattoo die ik hier wil. Never waste a good crisis. Dat betekent, die aandelen waren hier. Ze waren nu eventjes hier. Ze hebben het dieptepunt gehad. En dan gaat het weer zo. En dan kan weer zo gaan. Want het is gewoon een of ander groot casino. Maar hij is laag, relatief. Dus never waste a good crisis. Ja, als die crisis nu is en je hebt geld in je achterzak, touw het daarin en maak gebruik van het verlies van de anderen. En bam, de beurs. Top. Dus dat was een hele mooie quote. Ook een hele mooie quote. Daar ben ik heel blij van. En toen had ik nog een gesprek met iemand anders. En dat was de klant van de avond. En die zei. Wat zei die? Die zei ook iets heel interessants. Nou, weet ik niet meer wat die precies zei. Jammer. Ik wou het zeggen. Ik had erover nagedacht. Ik denk als ik iets ga filmen straks. Dan is dat wat ik wou zeggen. Nu ben ik het gewoon kwijt. Jammer man. Jammer. Oké. Okay. Dit is de tussenstand, man. Ik ben die quote, ik ben wat de tweede man zei, ben ik kwijt. Jammer. Maar goed, ik heb een goede dag. Gisteren was het vrijdag. Vrijdag, de 22e staat uit mijn hoofd. En toen, om even weer even op iets anders uit te komen. Toen was er weer een rechtszaak tegen de gozer die Roderick om het leven had gebracht. En er is weer 18 jaar cel tegen die gozer geëist. En ik heb er al vorige video's van gemaakt hoe het allemaal ging. En ik zal jullie op de hoogte houden, dus bij deze. Het is in zo'n praatvideo, dus ik vertel er iets over. Niet om de pret te bederven, maar omdat het wel is gebeurd. En goed, het is wat het is. Enfin, weer 18 jaar is er geëist. Wat de uitkomst is, weet ik nog niet. Maar ik hou het in de gaten. Ik ga ook bij die mensen langs straks. Bij die ouders van Roderick, bedoel ik. En vraag hoe het is gegaan. Want ik kon er niet bij zijn omdat ik dus met de scholing zat voor alle examens die gepland waren voor vandaag. En dat hoor je later wel weer. Wat ik al zei op Instagram, @joeyschaar op Instagram, kun je zien hoe vandaag ging. Dat ik me incheck bij het CBR, dat ik de examens ga doen. Dat ik vertelde ik in de auto zit van, hé jongens, ik ga dit en dat doen. Nou, en dan dat ik geslaagd ben, super, super blij, ik ben ook trots. En ik had nog een leuke vraag voor jullie bedacht. En die vraag is als volgt. Waar denk jij, want het gaat met name om jou. Jij zit naar mij te kijken en ik praat tegen jou. Met mijn rugzak. Waar denk jij dat ik over 5 jaar sta? Wie ben ik dan? Waar ben ik dan? Wat heb ik dan? Heb ik dan nog wel de zaak? Heb ik niet de zaak? Woon ik in Nederland? Woon ik in het buitenland? Heb ik een vrouw en kinderen? Ben ik getrouwd? Heb ik een man? Heb ik een racescooter? Heb ik niks meer? Ben ik zwerver? Ben ik arm?
Je mag alles zeggen wat je wil. Niks is beledigend, tenzij me beledigt. Als je zegt, jij bent over 5 jaar, weet je dit, dat. Gewoon narigheid, gewoon echt gewoon... Dat vind ik niet leuk. Kijk, je mag best zeggen, ja, over 5 jaar ben je een zwerver en heb je zo'n baat en bla, dat vind ik prima. Maar ik vraag het niet om me te laten beledigen. Ik vraag echt serieus, oprecht, waar denk jij dat ik sta over 5 jaar? En ik ben benieuwd wat jullie gaan antwoorden. Ik ga lezen jullie gaan antwoorden. Een paar van de antwoorden die ik leuk vind. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Van Joey zit straks in de ruimte. Of Joey zit straks achter het centraal station. Met een crackpijp. Die zal ik reposten op Instagram. @JoeySchaar. Volg mij dan ook op Instagram. @JoeySchaar. Jongens, zet jullie schouders eronder. Maak gebruik van het moment. Ik heb ook gezegd op Instagram. 2 dingen nog. Sorry, dat ik toch even 2 dingen. Dat ik een wheelie contest door ga doen. Dat kan nu nog niet. Daar komt straks prijsgeld voor. Dat wordt fucking dik. Maar het is nu te vroeg. We zitten in de coronacrisis. Het is ellende. Dus we mogen niet bij elkaar zijn. Dus dat gebeurt nu dan ook niet. In ieder geval niet bij mij. Niet bij mijn zaak. Niet hier nu. Maar het gaat wel komen. Als het zover is, dan wil ik die wheelie contest hebben. En dan wordt gewoon het vetste scooter stunt evenement van dit jaar. Met Joey Schaar. Dat is 1. En 2. Ik heb ook gezegd dat ik les wil geven. Ik heb gevraagd. Wat zouden jullie ervan vinden als ik les ga geven? En dat zit helemaal in mijn achterhoofd. Echt. Want met mijn kennis. Die ik op jullie zou kunnen overbrengen. Als jij dat wil. Als jij ervoor open staat. Kan ik jullie rugzak misschien ietsje groter maken. Vullen. Kan ik jullie rugzak ietsje vullen. En dan komt iemand binnen. Dus ik ga hem afsluiten. Lieve mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Volgens mij Joey. Blijf mij volgen op YouTube, Facebook, abonneer op mijn kanaal, check Joey Schaar op Instagram, want misschien staat jouw reactie straks bij. Jongens, heel veel succes, bedankt voor het kijken.